BG, mijn excuus. Au en nou. Geniet van de talk van BG. Dank je. Goedemorgen. Dank jullie dat jullie vroeg opgestaan zijn. Ik weet dat dit een rotslot is voor de zondagochtend, maar bij deze. Eerst even, wie ben ik, wat doe ik? Ik ben Brenda, ik ben fysiotherapeut, handtherapeut. En mijn verhaal is dus eigenlijk overbelastingsklachten. Vrij specifiek hand, arm, elleboog, schouder. Schouder houdt ongeveer mijn werkgebied op. Als het daar zit, dan is het zo van, sorry. Ik ga toch even vragen naar een collega fysiotherapeut te gaan, want hier kan ik niks mee. Ja, kan er wel wat mee, ik ben er wel voor opgeleid, maar ik doe er in het dagelijks leven niet zoveel mee. Ik zie echt mensen van hier tot daar. En daarna is het, hebben we collega's. Dus, wat is overbelasting? Belasting groter dan het lichaamsdeel aan kan in tijd of absolute kracht. Ja, een breuk is technisch gezien ook een overbelasting. Alleen de behandeling loopt wat anders, maar het verhaal is nog steeds zo. Absolute kracht kan een overbelasting geven, tijd kan een overbelasting geven. Iedere keer dezelfde beweging maken, geeft hetzelfde soort klachten. Kom vooral verder. RSI, ja dat. Nou ja, tegenwoordig noemen we het kans. Iedere praktijk die kans met een K schrijft, die mag je wat mij betreft afserveren, want de C in kans staat voor chronisch. Dus als je het met een K spelt, dan heb je ergens niet opgelet. Maar dat even van het verhaal aan de zijkant. Wat zijn nou typische overbelastingsklachten? Pijn bij een bepaalde houding, een bepaalde beweging. Deurkruk omdraaien. Je muis bedienen. Typen. En zitten in een bepaalde stoel. Waar je denkt van, dat zijn nou de typische overbelastingsklachten. Doven, doden, vingers, handen, ook 's nachts, vooral 's nachts eigenlijk. En je denkt van, ben ik niks aan doen, waarom is het zo? Maar dat zijn typisch van die overbelastingsklachten. Tintelingen, stroomgevoel, al dat soort typische klachten die ja, effectief langer dan 6 weken aanwezig zijn. Kijk, als je een keer wakker wordt dat je denkt van, nou hij is toch voor mij. Ondanks dat hij het niet doet, ja, dat komt iedereen wel een keer voor. Dan heb je gewoon verkeerd gelegen, is er niks aan de hand. Als jij iedere nacht over een periode van meer dan 6 weken wakker wordt omdat je hand tintelt, dan moet je toch eens na gaan denken, want dan gaat er ergens iets niet goed. Wat kun je doen? Nou, stop wat je aan het doen bent. Heel simpel, kom zo meteen dit stukje even wat uitgebreider op terug. Kijk kritisch naar je werkplek, werkhouding. Gebruik tools. En zoek hulp. En wacht daar vooral alsjeblieft niet te lang mee. Realiseer dat iedereen die bij mij binnenkomt op de praktijk met overbelastingsklachten, betekent gewoon voor mij 3 maanden werk. Klaar. Het kost me tenminste 3 maanden voordat ik iemand weer zover heb dat hij zegt van ja, hé, kan alles weer, ik heb geen klachten meer. In die tijd heb ik hem ook enigszins opnieuw opgevoed, want dat is eigenlijk hetgene wat we aan het doen zijn. Stop de activiteit. Onderbreek waar mogelijk, want ja, je kunt niet altijd zeggen van ik ga even, ik stop even 3 dagen met mijn werk als je vlak voor een deadline zit. Of als je echt iets af wil hebben, niet altijd mogelijk. Maar als het kan, onderbreek iets, in ieder geval langer dan 3 dagen. Ik ben de dagen vergeten, ja, het staat er wel op, maar het is een beetje onhandig. Maar waarom die 3 dagen? Een stukje fysiologie. Ga ik niet helemaal uitgebreid vertellen, maar in de eerste 3 dagen treedt het eerste herstel op. Als je dan al weet van oké, na 3 dagen gaat het beter, dan is de indicatie van oké, dit is echt iets in het bindweefsel, dus in de spieren, in de gewrichten, wat er aan de hand is. Na 3 dagen kun je daar wat mee gaan doen. Dan gaan we het even hebben over de werkplek. Nou, kijken. Bovenste knopje is deze. Voor de bestaat kwam. Doet niet. Andersom. Ik zit in mijn hand te schijnen, dat werkt niet. Die kent iedereen wel. De enige grap is, niemand zit zo. Mijn ervaring is dat niemand dit langer dan 5 minuten volhoudt. Om heel even de ironie erbij te pakken. Dit is een werkplek zoals wij hem op de praktijk hebben. En dit is mijn eigen bureau thuis. Ja, de stoel is totaal geen bureaustoel. Die is stuk. Ik ga volgende week een nieuwe halen. Heb ik nog geen tijd voor gehad. Dan kun je zeggen, ja, leuk.
fysiotherapie, ergotherapie, praktijk gericht op handtherapeut, totaal onergonomisch werkplekken. Ik zit zelden langer dan een half uur aaneengesloten. En dan nog zit ik niet stil. Want daar zit mijn patiënt. Die heeft zijn hand op tafel liggen. En hier zit ik. En ik laat die patiënt oefeningen doen. En dan denk ik, oh ja, gewichtje. Aan de andere kant van de praktijk. Dus ik stel, pak het gewichtje pakken. Geef de patiënt gewichtje. Leg het gewichtje daarna weer terug. Spalk moet maken. Ook leg die patiënt neer. Ik positioneer die hand waar ik hem hebben wil. Ik loop naar de spalkenbak, gooi het materiaal erin. Ben heel verhaal tegen de patiënt aan het pakken. Pak het materiaal eruit. Vouw die materiaal om die hand heen. Dus ik zit heel weinig. Dus ja, dit kan. Alleen als je een keer pech hebt. En wat ik ook doe op de praktijk is de intramedformulieren invoeren. Dus de opbouw maken en zo. Dan heb ik toch zoiets, ik ga even ergens anders zitten, want dit wordt niet heel fijn. Nou, we hebben over de toeltjes. Wat heb je? Workpace, dergelijke toeltjes. Zijn leuk bedacht, maar erg frustrerend in mijn ervaring. Ik heb er zelf mee gewerkt, want voordat ik in de fysiotherapie, handtherapie belandde, heb ik 6 jaar in de administratie en 6 jaar in de IT gezeten. En de laatste 2 werkgevers die ik daarin heb gehad, hadden allemaal zoiets veel. Workpace, we gebruiken het hartstikke goed. En dan heb je een deadline en dan word je er iedere keer uitgedonderd omdat het ding gewoon blokkeert. En dat heb ik zo frustrerend gevonden dat ik echt zoiets heb van, joh, gooi het eruit. Want toegevoegde stress van dat soort toeltjes is in mijn ervaring kwalijker dan het dan maar doorwerken. Mijn ervaring werkt dus ook heel slecht, want ze hielden compleet geen rekening mee wat je gedaan had. Al had je een kwartier lang je screensaver aangehad, je komt net terug van je koffie, je wilt beginnen, workpace. Ik ben net een kwartier weg geweest, je hebt nul keyboard interactie gezien. Ja. De muis heeft niet bewogen. Dat. En nu zeg je dat ik pauze moet nemen. Ja. Wat ik nog wel eens adviseer aan mensen die bij mij komen, veel met overbelastingsklachten, zet een uursignaal. Als je nog een ouder type LCD-horloge hebt, zit het er meestal nog in. Als je dat niet hebt, er zijn heel veel appjes die je kunt installeren voor telefoon, waarmee je dat ook kunt realiseren. En het enige wat ik vraag aan mensen met die ik dat adviseer, is, joh, als dat signaal gaat, ga even voor jezelf naar, hoe zit ik nou eigenlijk? Wat ben ik aan het doen? En waar ben ik mee bezig? En corrigeer daar waar nodig. Verder hoef je helemaal niks te doen. Je hoeft niet helemaal niet in de spiegel te gaan kijken, maar gewoon even, oké, ik hoor het geluidje, oké, hoe zit ik, wat ben ik aan het doen? En dan ga je weer verder. En op het moment dat je een deadline hebt en heel gefocust bent op datgene wat je aan het doen bent, hoor je dat uursignaal niet hoor, geloof mij maar. Je moet hem ook niet het complete halleluja van Handel of zo laten spelen, want dat is een beetje te overdreven. Maar houd gewoon simpel, discreet geluidje. Dat is alles wat je nodig hebt. En eventjes voor jezelf, wat was ik ook alweer aan het doen, hoe zit ik erbij? Als ik iemand dat van elkaar kan laten doen in een werkdag van 8 uur en hij doet het 4 keer, heb ik al heel veel gewonnen. Want het is namelijk het hele kleine stukje heropvoeden dat mensen mee gaan nemen. Omdat het makkelijk is, het kost je niet zoveel. Het is niet iets wat je op een andere manier erg naar is. Want als je het een keer echt niet kan gebruiken, zet je gewoon het geluid van je telefoon uit, hoor je hem ook niet. Daarnaast, indien nodig en je hebt er de toegang toe, kijk of je je werkplek kunt laten aanpassen met behulp van een Arbo-specialist. Niet alle bedrijven hebben Arbo-specialisten die dat doen. Niet alle bedrijven staan dat toe. Op het moment gaat het weer iets beter, maar het is natuurlijk een paar jaar zo beroerd geweest dat niemand ergens geld voor had, dus vooral voor dat soort dingen niet. Maar als je de toegang toe hebt en die mogelijkheid is er, laat ook zo iemand een keer naar je werkplek kijken. Het is tegenwoordig heel veel flexplekken en ook daar zien wij de gevolgen van. En dat wordt nog erger, ben ik bang, in de toekomst. Maar als er wel zo'n dienst is, laat kijken en laat ze je een keer voordoen hoe je zo'n stoel goed instelt. Dat is vaak zo leuk. We komen op een werkplek, je krijgt een stoel, ga maar zitten en je hebt eigenlijk geen flauw idee waar al die hendeltjes voor zijn. Dus je speelt maar wat en als je denkt van nou zit ik wel, ga in het werk. In plaats van dat er echt eens even iemand goed kijkt van goh, hoe lang ben jij, hoe moet die stoel staan, hoe moet die diepte zijn. Dus als je toegang hebt, laat zo'n dienst dat gewoon een keer voor je nakijken. Kost hun niks. Het bedrijf betaalt daarvoor en het is in het belang van het bedrijf en in het belang van jezelf. Aanpassen van het gereedschap.
Ik heb even voor de grap mijn eigen muis meegenomen hiervoor. Want ja, ik heb een aangepaste muis. Want ik heb het voor elkaar gekregen om mijn eigen duim naar de Filistijnen te helpen een keer. En de grap met deze muis is, als je dit voor thuis wilt, je gaat iets te snel. Zoek dan zo'n internetshop, zo'n ergo-shop of zo, en kijk of ze proefplaatsing doen. Voordeel daarvan is, je kunt meerdere attributen bestellen, meestal 3 max. En die kun je even 2 maanden thuis uitproberen. Er zitten wat voorwaarden aan, je moet de verpakking netjes houden, je moet het artikel zelf netjes houden. Maar als je een ding hebt, kun je er gewoon eens even mee spelen, mee werken, is dit wat ik zoek? Het voordeel daarvan is dat je maar 1 keer zo'n ding betaalt, want die kringen zijn best duur. Dit geldt ook vaak voor toetsenborden, dit geldt ook voor thuis aanschaffen van bureaustoelen, bureaus. Kijk even of ze proefplaatsing doen en kijk even wat de voorwaarden zijn of je daarin kunt vinden. Let wel, alle tools, aanpassingen die je doet, moeten tenminste voor 3 maanden bruikbaar zijn voor jou. Dus als jij zegt van, ja, ik vind het uursignaal niks, maar ik heb een heel tof tooltje gevonden voor mijn mobiel. Nee, ik vind hem wat duur, ik doe het eventjes op proef. Ik mag hem 2 weekjes gebruiken. Daar heb je niet zoveel aan, dat is te kort. Je moet dit soort dingen tenminste 3 maanden kunnen gebruiken om te kijken van, is dit echt wat ik wil? Kan ik dit blijven gebruiken? En daar heb je gewoon echt 3 maanden voor nodig. Dat heeft gewoon te maken met cognitief sturen van gedrag. Dus weten wat je aan het doen bent, weten waarom je wat aan het doen bent. En dat kost gewoon 3 maanden. En als je wel hulp nodig hebt, zoek een fysiotherapie, ergotherapie, praktijk gericht op handtherapie, bij voorkeur. Waarom een combinatie fysiotherapie, ergotherapie? We hebben allebei de informatie. De opleiding voor de handtherapie is voor ons allebei hetzelfde. Dus zowel fysiotherapeut als ergotherapeut mogen dezelfde opleiding handtherapie doen. Alleen, waar de fysiotherapie meer kennis heeft van de gewrichten, wat een gewricht allemaal kan, training, heeft een ergotherapie vaak meer hoe pas ik de wereld aan, hoe pas ik dingen aan in huis voor iemand, zodat hij verder kan. Kleine opmerking van fysiotherapie, handtherapie. Op dit moment is het zo dat zo ongeveer elke fysiotherapiepraktijk zegt, ja, wij doen ook handtherapie. Ja, raad je de koekoek. Waarom? Deze mensen, Nederlands Vereniging voor Handtherapie, is al een paar jaar bezig om een ander tarief te krijgen bij de verzekeraars. En dan denken de fysiotherapeuten ook van, ja, maar als ik zeg dat ik handtherapie lever, krijg ik straks ook dat hogere tarief. Nee. Het gaat om dit stukje. Dat staat voor Certified Hand Therapist Nederland. Betekent iemand die letters mag voeren. Ik nog net niet, binnenkort wel. Mede dankzij dit praatje. Heeft A, tenminste 5 jaar ervaring. B, een gecertificeerde opleiding gedaan. Dus niet zomaar eventjes 2 avondjes op cursus geweest en nou weet ik ook alles over de hand. Nee, zo werkt het niet. Ik heb de opleiding gedaan en werk nu 5 jaar en ik heb nu zoiets van, oh ja, nou weet ik ongeveer waar we het over hebben. Dus dat is even in verhouding. Heel simpel, de opleiding fysiotherapie is een 4-jarige opleiding. De totale aandacht voor de hand is 1 dagdeel. 4 uur. Dus iedere fysiotherapeut die zegt, ik kan ook handtherapie doen. Ik zou even iets verder navragen. Nog eens wat, als je naar een fysiotherapeut gaat en ze adverteren heel leuk met het verhaal preferred practice. Als je gesteld bent op je privacy, zou ik er een hele grote boog omheen lopen. Maar dat is een ander verhaal. Dat is misschien meer iets voor ja, en ook niet gek op de rand 36, denk ik. Nee. Nee, dus datum maar. Mijn gezondheid is wel belangrijk. Dus ja, gezondheid is heel belangrijk, maar ik vind die discussie voeren we straks nog wel even. Als het nou zo erg is dat je denkt van, ja, ik weet niet of ik hiermee naar de fysiotherapie moet, of bij de huisarts komt en die heeft zoiets van, ik weet niet waar je naartoe moet, vraag dan een verwijzing van een plastisch chirurg of een neuroloog. Klinkt heel raar.
misschien? Dat je denkt van plastisch chirurg. Goh, doen die niet iets met facelifts, neuscorrecties, de borsten, billen, buiken mensen? Ja, maar aan de andere kant, ze doen ook bijna alle handoperaties. Enkel geval, als het echt neurologisch is, en dan hebben we het echt over uitval. Drie belangrijke zenuwen. Nervus medianus, nervus radialis, nervus ulnaris. Die wegvallen, dan gaan we toch de neuroloog er even bij halen, want dan hebben we een iets ander verhaal. Maar meestal belandt het toch bij de fysiotherapeut of bij de plastisch chirurg op zijn bord. En die stuurt het dan, die doet wat hij moet doen. En die stuurt het dan meestal door naar een handtherapeut van, ja, alsjeblieft. En dan mogen wij het verder afhandelen. En dan gaat het verder allemaal zoals het hoort. Dus, dat was op dit moment het verhaal. Zijn daar nog vragen over? Oh. Neem wel een plaatje schiet. Een geinige vraag is, ik heb het zelf er nu ook op. Ik zie dat ik een mailtje krijg, over persoonlijke beantwoorden, en ik zit weer zo. Ja. Heb je daar ook tips voor? Voor deze beweging? Dit is natuurlijk echt schering en inslag. Dat is schering en inslag. Ja, dan kom je toch weer terug van, ja, dan moet jij je eigenlijk aanleren als je dus mailtjes, vooral gewend bent mailtjes te beantwoorden op je telefoon. Ja. Om voordat je dat doet, even denken van, oh ja, eerst dat doen. Ik denk dat het bij ons wel redelijk meevalt. Hè. Wij zitten vaak achter de computer, dus dan kunnen we daar ook. Mailtjes die dingend zijn, doe je even snel zo. Maar als je naar jongeren kijkt, ja, die zijn zo gegroeid. Ja. Die groeien gewoon krom, omdat ze de hele dag alleen maar zo zitten. Ik heb me erg in moeten houden om niet hier foto's te maken. Om hier op de presentatie te gebruiken. Want ja, privacy is een dingetje. Ik vind het zelf ook niet fijn als er van mij ongevraagd foto's verschijnen. Dus dat heb ik bewust niet gedaan. Maar ik heb wel heel erg in de verleiding gestaan om hier foto's te maken. Want je ziet hier mensen zitten. Ik denk van, ja, over een paar maanden zit jij bij een therapeut en dan mogen we het uit gaan zoeken. Wat we wel eens doen, inderdaad met mensen die heel erg die neiging hebben, is het preventief tapen. Dus dan leg je er gewoon een strook kinesiotape op. Dat remt niet. Dat is die mooie gekleurde tape die ook al die Olympische sporters altijd hebben. En daar kun je heel mooie reminders mee plakken. Zo van, dit is de kant waar ik je heen wil hebben. Gewoon effectief zo'n schoudergordel, zo'n nek in een bepaalde positie plaatsen. Je zet die tape erop. En het enige wat die tape doet, is op het moment dat je dit gaat doen, gaat die trekken. En dat is oncomfortabel, dus dan wil je vanzelf wel terug. Hij trekt gewoon letterlijk aan je nekhaartjes. Tape kan meestal een pak een beetje een week blijven zitten. En door het een paar keer te doen, heb je weer. Nou, je houdt er genoeg over. Je trekt ze er niet allemaal in één keer uit. Dus. Ja, ja, nog een vraag. In hoeverre speelt stress een rol bij het krijgen van dit soort klachten? Grote rol. Grote onderschatte rol. Er zijn altijd weer mensen die, als we ernaar vragen van, goh, wat doe je nou op zo'n dag? Ja, eigenlijk niks. Gewoon mijn werk. En dan is het zo van, ja, wat heb je nog aan hobby's? Ja, ik doe aan fitness. En oh ja, ik moet ook nog creatief doen. En mijn kinderen moeten nog zwemmen. En ik heb nog een hond. En ik vind het heel raar dat je hier last van krijgt. Maar dat is vaak, dat is een lastiger verhaal. Omdat we daar eigenlijk een psycholoog echt bij moeten halen. En heel veel mensen dan toch zoiets hebben, ik ben niet gek. Nee, ben je ook niet, maar je stressniveau moet naar beneden. En de meeste mensen staan er niet voor open om dat echt te veranderen. Maar het is wel een hele grote en hele belangrijke rol die heel erg wordt onderschat. Dus. Zijn er nog andere vragen voor Brenda? Oké, dan wil ik je bij deze hartstikke bedanken voor je talk. Okay. Brenda had het moeilijkste slot, dus doe het maar op zondagochtend op een hekkenconferentie om 11 uur. Dus ja, vind ik toch wel echt heel tof. Dus Ina, extra applausje. Dat wou ik zeggen, extra applausje voor Brenda. Dank je.